Duizenden politieagenten waren gisteravond op straat in de Franse hoofdstad Parijs. Ze wilden voorkomen dat er opnieuw heftige rellen zouden uitbreken. Vergeleken met eerdere nachten deze week leek het ook iets rustiger te blijven. Maar op een aantal plekken ging het toch mis. Auto's werden in brand gestoken of vernield en de brandweer moest brandjes blussen. Er zijn meer dan 700 mensen opgepakt. Dit meisje is ervan geschrokken. J'ai trouvé ça un peu choquant, des réactions des gens qui cassent les magasins, etc. J'ai eu un peu peur sur le moment de retourner à Paris. De aanleiding van de rellen in Frankrijk is een nare gebeurtenis afgelopen dinsdag in Nanterre bij Parijs. Een 17-jarige jongen, Naël, werd aangehouden door de politie. Een verkeerscontrole was het, maar dat liep helemaal uit de hand. Uiteindelijk heeft de politieagent de jongen doodgeschoten. Veel mensen zijn heel boos om de dood van de jongen. Hij heeft een Algerijnse afkomst en mensen in Frankrijk vinden dat de politie discrimineert. Er waren grote protestdemonstraties. Maar die protesten lopen flink uit de hand. Er zijn rellen en er wordt veel vernieuwd. Vooral in wijken rondom grote steden, waar mensen vaak minder geld hebben. Helene Daens is voor het Jeugdjournaal in Frankrijk. De jongeren die hier zoveel schade hebben aangericht, dat zijn geen jongeren die hier in het chique centrum van Parijs wonen. Het zijn jongeren uit de banlieues, de buitenwijken. En veel jongeren zijn boos omdat ze het gevoel hebben dat ze daar minder rechten hebben, dat ze minder goed behandeld worden door de regering. Maar sommige andere jongeren die deelnemen aan de rellen, die vinden het gewoon leuk om de politie een beetje uit te dagen. Zo ging het gisteravond in een buitenwijk mis bij het huis van een burgemeester. Daar werd een brandende auto tegenaan gereden. De vrouw van de burgemeester en een van zijn kinderen raakt hierbij gewond. J'habite dans le banlieue parisienne. Et là, chez vous, vous avez eu des problèmes ou tout était... Non, tout était intact. Filmpjes van alle vernielingen en rellen worden door jongeren online veel gedeeld. Ja, op sociale media kun je heel veel van dit soort filmpjes vinden. En volgens de regering en volgens experts zijn die sociale media eigenlijk juist een reden waarom het zo snel uit de hand is gelopen. Want jongeren plaatsen hashtags en ze plaatsen de exacte locatie waar ze aan het rellen zijn. En dat geeft andere jongeren weer de kans om zich daarbij te voegen. En daardoor neemt het geweld alleen maar toe. De president van Frankrijk, Emmanuel Macron, heeft ouders daarom gevraagd om hun kinderen thuis te houden, zodat ze niet gaan rellen. Ook wil de president dat TikTok en Snapchat berichten over de rellen gaan verwijderen, zodat jongeren elkaar niet oproepen om mee te gaan doen.